RKC Internationals zijn weer teruggekeerd op de club. Vandaag vragen we Gary en Anita naar hun ervaringen bij het nationale elftal van Curaçao. Vernon, Jurien, jullie interlandperiode zit er weer op. Ja. En jullie zijn weer terug in het vertrouwde Waalwijk. Vernon, hoe gingen de interlands? De resultaten waren niet goed. 2 verloren wedstrijden. Het was wel weer een lange tijd dat we weer samen waren. Dus het was goed om samen te zijn, om het teamspel te optimaliseren. Ja, want jullie verloren met 2-1 van Nieuw-Zeeland en met 4-0 van Bahrein, als ik het goed heb. Ja. Jurien, wat ging er mis? Ik denk dat vooral te maken met de omstandigheden. Ik denk de eerste helft bijvoorbeeld tegen Bahrein, de spelers waren gewoon de bovenliggende partij, hadden we nog ook een aantal goede kansen. En de tweede helft krijgen we eigenlijk een ongelukkige doelpunt tegen. En ik denk de laatste 4-5 minuten, toen zag je echt dat we gewoon moeite hadden met de temperatuur daar. Veel jongens voelden het al in de warming-up. En ik had er ook met veel over tijdens de warming-up, voelde je gewoon dat je benen gewoon zwaar was eigenlijk. Want hoe warm was het precies? Het was 34 graden, maar helemaal geen wind bijvoorbeeld. Dus zodra je de hotel uitliep, voel je gelijk een walm zeg maar, van warmte gewoon over je heen komen. Ja. En daar hadden we eigenlijk wel de eerste wedstrijd echt last van. En ik denk de tweede wedstrijd hadden we dat beter onder controle, waren we ook een beetje meer gewend, was er ook een beetje meer wind. Maar die wedstrijd verliezen we eigenlijk gewoon door ongelukkige tegendoelpunten. Want die wedstrijd, ik denk de tweede helft speelde gewoon, waren we gewoon ook echt de bovenliggende partij, ook een aantal kansen. Maar de bal wilde er niet in. Ja, Vernon, jij komt nog niet zo lang uit voor Curaçao. Ja. Je debuteerde op 25 maart tegen Saint Vincent. Ja. Hoe was dat? Hoe heb je dat beleefd? Speciaal. Mijn debuut gemaakt ook voor Nederlands elftal natuurlijk. En nu de stap gemaakt om voor Curaçao te spelen. Heel speciaal voor mij. Ik ben daar geboren. Meestal van mijn familie komen of wonen daar. Dus het was wel iets speciaals voor mij, wat ik net al zei. Dus, maar ik speel met heel veel plezier voor mijn eiland. Ja, want hoe gaat dat? Is het de bond die jou eerst benadert? Of, ze wisten al van mij dat ik er wel voor opensta natuurlijk om voor Curaçao te spelen. En daarop hebben ze ingespeeld bij de FIFA en de CONCACAF om te kijken wat er mogelijk was. En zodoende. Ja, want hoe is het voor jullie nu om samen en bij RKC te spelen en bij de nationale elftal van Curaçao? Ik vind het heel mooi dat ik Veur daar heb. Ik zit er wat langer bij, maar uiteindelijk is hij toch wel een van de ervaren jongens. Ik denk bij RKC heb ik veel aan hem. Buiten voetbal ook heb ik ook veel contact met hem, heb ik ook veel aan hem. En bij Curaçao zitten we bijvoorbeeld ook samen op de kamer en dan is het gewoon gezellig, veel grapjes maken. En ik heb gewoon echt veel aan vinden. Ja, doen jullie nog specifiek iets op de hotelkamer of chillen jullie gewoon? Gewoon chillen. Samen graag doen. Chillen. We nemen bijvoorbeeld onze PlayStation mee. Veel houdt bijvoorbeeld van rappen. Dus we kijken bijvoorbeeld videoclips van rappers van Amerika bijvoorbeeld. Soms is hij bijvoorbeeld ook liedjes aan het schrijven. Voor de rest gewoon over van alles en nog wat aan het praten, denk ik. Ja, jij speelt hem natuurlijk echt al het langste. Wat is voor jou, denk je, je mooiste moment tot nu toe voor Curaçao? Dan denk ik gelijk aan 2 jaar geleden, man. Jamaica. Tegen Jamaica, ja. Scoorde ik in de blessuretijd de gelijkmaker. En dat was uiteindelijk ook een belangrijk doelpunt om door te gaan in het toernooi. Dus dat was denk ik wel mijn mooiste moment eigenlijk voor Curaçao. En voor jou tot nu toe, Vernon? Ik denk mijn debuut. Gewoon een wedstrijd, maar gewoon omdat het lange traject was om voor Curaçao te spelen en dat het eindelijk is gelukt, was dat tot nu toe mijn hoogste punt. Wat staat er nu op de planning? Waar richten jullie nu op? Er zijn oefenwedstrijden die we nu spelen. Als team groeien, nog vastiger worden op het veld en daarvoor uit voortbeduren. Ik denk dat er volgend jaar weer de voorrondes zijn voor de Gold Cup. Dus daar werken we naartoe.
wedstrijd bij wedstrijd, dus en groeien als team. Op zaterdag staat Feyenoord op het programma. Is het makkelijk om de knop om te zetten om vanuit Curaçao hier naartoe te komen en dan je te richten op het voetbal in het wat koudere land weer? Nee, ik denk, als ik voor mezelf moet spreken, dan ik denk het niet. Uiteindelijk, ondanks de uitslag ben je daar zeg maar, toch wel met een goed gevoel weggegaan. Omdat het, ja, je komt weer zeg maar, bij de jongens terecht die je dan lang niet hebt gezien. Maar altijd als we samen zijn, is het toch wel gezellig, is er een familiegevoel. En ik denk dat het bij RKC hetzelfde is eigenlijk. Dus je komt weer terug in een familie. En je moet toch weer focussen op de volgende wedstrijd die eraan komt. En dat is dan Feyenoord inderdaad.